Maar we moeten even gokken. Helaas kunnen we dat dus niet melden. Maar goed, dat dan een volgende keer. Dan gaan we verder met het volgende programma-onderdeel voor de eerste prijsuitreikingen. En voor die prijsuitreikingen roepen we alvast op Mark Evers aan voor Nederland. Dan gaan we verder met Michael Schoenmaker en Olivier van der Voort. En voor de 200 meter rugslag is dat Kira Toussaint, Robin Neumann en Annemarie Borst. En voor de prijsuitreiking NK bij de heren 200 meter rugslag zijn dat Ruben Dekker, Marco Uppelschoten en Daniel Buijs. Dus willen zij zich naar de voorstart begeven voor de ceremonie protocolair die wij dadelijk gaan starten. Gereed staan de dames, 50 meter vrije slag Paralympisch. En Jos, wie verschijnen er hier aan de start? Ze staan aan de overzijde al gereed. Wel, dat zijn dan in baan 1, lane 1, from Brazil, Camille Kroets. Baan 2. En we krijgen een vervolg van 6 zwemsters uit het Nederlands Paralympisch team. Baan 2 dus, Chantalle Zijderveld. Baan 3, Chantal Molenkamp. Op baan 4, Marlou van der Koop. Baan 5, de nieuwste aanwinst in de Nederlandse ploeg, Summer Mortimer. Baan 6, Marije Oosterhuis. 7, Magda Toeters. En op baan 8, lane 8 van Sparwagen Simferning, Maya Reichardt. Take your marks. Vijftig meter vrije slag, dames Paralympisch. S10, dat is met name de categorie die hier zwemt. We kunnen 3 dames afsturen naar dat EK hier in Eindhoven. Er zijn 4 dames die al binnen de limiet gezwommen hebben. En het gaat gewoon om de 3 snelste. Dat is de tijd die zij moeten zwemmen, omdat ze in dezelfde categorie liggen. Dus het is spannend. Als eerste tikt aan Marlou van der Kulk. 27:40. En 27:40, dames en heren, dat is een fantastische tijd. Dat is een nieuw wereldrecord! Marlou van der Kulk doet het hier weer, zwemt weer een nieuwe fantastische tijd in de categorie S14, die 27:40. We zien dat Summer Mortimer in de categorie S10 28:38 zwemt. En 28:38 is een nieuw Nederlands record. Zij gaat daarmee ook als snelste in de categorie S10 naar het EK toe. En dan ben ik de tijden kwijt. Jawel, we zien ze nog op het bord staan in de volgorde van de punten. Marlou van der Kulk natuurlijk eerste op deze afstand. 10:43. 1043 punten, tweede Summer Mortimer 937 punten en de derde plaats voor Maya Reichardt en dat is 903 punten. Wat zal dat deze zomer hier in hetzelfde bad één groot feest worden bij de IPC Europese kampioenschappen